In de tweede klasse van het voetbal heeft Antwerp gisteren de titelambities van Westerlo verstoord. Op de Bosuil werd het 1-1. Voor de Kempenaren is het verlies van die twee punten erg pijnlijk. Na 2 maanden blessureleed zet Dennis van Wijk Joren Dom meteen in de basis. En die toont zich bijzonder gretig om terug te voetballen. Klopt, ik was enorm gemotiveerd om terug te zijn. Hè. Om terug in mijn spel te komen. En ik voelde al bij de opwarming dat het redelijk goed zat en dat ik heel scherp was. De gretigheid was er zeker. Westerlo heeft titelambities en moet de 3 punten mee naar de Kempen nemen. Maar dan mag het natuurlijk zo'n kansen niet laten liggen. Op het half uur is het dan toch zover. Een zwakke inworp en de thuisploeg staat helemaal uit positie. Owusu stuurt Yachuk diep en die zegt netjes dankjewel. 0-1. En dat is ook de stand aan de rust. We hadden vandaag een hele jonge ploeg op het veld staan. Jong en enthousiast. Ik denk dat ons publiek dat wel graag ziet. Van Wijk heeft zijn troepen duidelijk bijgestuurd tijdens de pauze. Antwerp start sterker. Miri Sarike is dicht bij de gelijkmaker. In de 70ste minuut mag Seppe Kil invallen en dat blijkt een gouden wissel. Hij staat er nog geen minuut op en maakt gelijk 1-1. Het is het eerste doelpunt van de jonge Kil op de Bosuil. Het is natuurlijk plezant voor iets te scoren. En een mooie assist van Joren Dom, die dat dan langs de flanks naar voren geeft. Eigenlijk moet ik hem alleen maar binnen tikken. Dat is wel een heel goed gevoel. Ja, mijn eerste balcontact en het ligt erin. Dus fantastisch. Het wordt nog nagelbijten voor de Great Old, maar Sengier houdt het verdiende punt van Antwerp thuis. Het blijft 1-1 in Deurne-Noord.